Na thuis. Een hele goede dinsdag en welkom allemaal. In de Leeuwenkuil om 9:05 wordt het debat gevoerd over alternatieve geneeskunde in Vlaanderen en maken we kennis met enkele voor- en tegenstanders. Koppen heeft het dan weer onder meer over Vlaamse gezinnen met grote financiële problemen die daardoor geconfronteerd worden met een uithuiszitting met alle gevolgen van dien. Ontspanning is er daarna nog met de laatste show en wielrenner-iconen Freddy Maartens en Eddy Merckx tot aan het late journaal. Deze dinsdag bij TV1 eindigt daarna met Man bijt hond en De Rode Loper tot na middernacht. In Thuis neemt Robert emotioneel ontslag bij Marianne. Dat opent meteen perspectieven voor Walter.